me deixa aqui no anel. Today Frantic. En daar zingt hij een aantal nummers die oorspronkelijk geschreven is door David Bowie, ik zeg het door Bob Dylan. En een van de mooiste die erop staat vind ik Don't Think Twice, It's All Right.
that's a track taken from the brand new album from OK Go, which is packed full of great tunes, although I have to say, and said by other people as well, that it's recorded in a rather strange modern fashion where they seem to like distorting everything. Anyway, we've had a word with Walter, our transmitter engineer, and I'm reliably informed he can undo the distortion. So when it actually hits your radios, it sounds the way it ought to sound. Anyway, that's what we're hoping for. Okay, go, and this too shall pass. Well, a whole bunch of people in the studio, one of whom is doing something that is just guaranteed to distract me, and that's pointing video cameras at me. Anyway, we'll allow that to pass for the time being, because it is time for Going Dutch, which is our now regular and infamous feature where we find a crew member and we sort of drag him kicking and screaming up to the studio and don't let him out until he has picked his, well, one of his favourite Dutch tracks, not just a track from a Dutch band or artist, it must be in the Dutch language as well. And it is the turn of somebody who works for Radio Volente, Zestine Nolte, and that is Robke. Hey, how are you doing? Hey, you're quite well, thank you. You've been working hard. Now, yes, normally, but not now. Now it's time to relax. Listen and enjoy the music. Yeah, and I guess this next artist, Marco Borsato, kind of relaxes you, does he? He's the kind of thing you're into? It's one of the famous Dutch artists. Good stuff. All right. Well, I'm going to do my best now to pronounce this one. From Marco Borsato, it is Je Hoofd Niet Naar Huis Vannacht. How's that? That'll do. Not as good a round of applause as I had last night, but then I probably didn't do as good a job. Anyway, the track basically means you don't have to go home tonight. And that could apply to just about everybody here, because the last tender has left and there's no getting out of it now. There's no going home for any of us, not until sometime about a week from now. Anyway, here is Marco Borsato in our Going Dutch feature for tonight, the choice of Wolke. Thank you. Okay. Right. Thank you. Listen. What are you doing, sir? Oh. I've no idea. It's good for your health, I think. Cool as a mountain stream. Constant. Thank you.
Ja, dat is gewoon wel lekker. Nee, ik moest even kijken. Ik heb de belichting op deze camera. Bart, ik heb een probleem. Ik val in slaap. Ja. Nu geeft hij dus vier waarden te veel licht. Zeg maar. Het leek wel een plaatje van Tante Kaat hier. Dominica, dat was gisteren. Was het ook gisteren niet moederkindsdag? Ja. Ik wou ook gaan moederen, maar dat leek me een beetje te ver. 359 kilometer. En wat ik zo vreemd vind, die mensen die praten allemaal zo van dat Harlingers. Als ik in het West-Vlaams moest beginnen van... Versta helder mij? Nee, hey, verstaat mij niet. Nee. Het is 7 minuten voor en ik had ook beloofd aan iemand om de volgende van de Nederlandse mijkrekels te gaan draaien. Waarom doe je dat nou? Wim van Egmond, aan mijn linkerkant, aan de andere kant, Menno Dekker. Waarom? Dit is een kortje. Zie je. In het begin was jij zo verliefd op mij. Op de hand. Ik had het gevoel. Als ze thuis eten, dan hadden ze me weer om naar de auto te brengen. Dat vind ik wel heel lief. Ja. Mag ik deze dansen? Wilt u dansen? Ja, ik wil dansen. Waarom? Weet jij me dan niet aan? Weet jij me dan niet aan? Het verhaal van een andere spander, de Nederlandse hekrekels. Met de plaat van de tijd van toen. Het is 3 minuten voor geworden. Ik ga proberen het gepaste doosje in het gepaste apparaatje te steken. En dan komt het nieuws. Tot zo. Het nieuws. Dit is hetzelfde als ik. Ik schrijf het ook altijd op. Ja, dat is jouw briefje van gisteren. Wat is dat voor nieuws? Het nieuws? Het, ja, dat vind ik zo mooi, hè? Het, hier beneden. Het nieuws? Ja. Ja. Dat zijn de bedrijven van de Radio Wannes. Ja, wanneer komt het nieuws? Komt het dat is dat spierje? Net de kont zit er weer, dat kijk ik me niet naar. Ken je dat jongetje nog? Deze? Dat was een tip van die amigo, dat was uitlopen. Vier, vijf, zes. Ja, maar wel te betalen hier. Ja. Dat staat er ook bij. Heb je goede tips? Grootste gemak. Service op maat, goed en goedkoop. Kijk voor meer informatie op wadden-transport.nl. Adverteren op Radio Waddenzee. Adverteren at radiowaddenzee.nl. Doe met ons mee en groei met ons mee. En groei met ons mee. Dit is de Middagboot.
The Cortinas, good times calling here at 1602 kHz, Radio Seagull. We're around the world, of course, on the internet at seagull.com. If you'd like to get in touch, you can do it via this number here, 0031 628 349778. Shall I do that again? Because I did it a bit fast. 0031 628 349778. If you'd like to get in touch tonight, it'd be nice to hear from you. You can text on that number. I'm here until 1 tonight then. Hé, hey, Timmerman, dat is een verkeerde shirt wat je aan hebt, joh. Ja, wist ook niet dat jij ging filmen. Verdomme, heb ik weer een Waddenzee shirt in gedachten. Maar ja, ik denk, ik zit hier toch wel een beetje anoniem. Het, de zee, maar het is nu ietsje meer natuurlijk. Want ja, nou echt op zee liggen, dan moet je toch geen klein beetje nautische muziek draaien. Dat gaan we nu ook doen. Doen we de Witte Young, die ze met Sending Out een SOS. Thank you.
radiosales.co.uk, we've got a massive range of CDs, videos, much, much more than you bargained for with Radio Seagull. Certainly do. Een enorm goedje hondslag van hier, hè? Thank you very much. And I will talk to you again very soon indeed. And just a quick reminder before we go that if you do have any emails for us, and don't forget we have Stevie Gordon joining us soon as well, so you might want to email Stevie. Animus, we're all available here offshore at radioseagull.com. Offshore at radioseagull.com. And we leave you with a piece of music from Tangerine Dream. Have yourselves a very good night. Take care. Bye now. Nice long piece of music, yeah. Then. Loads. Brilliant. So we can, from here we can see about 45 kilometers. How's the weather outside? Lovely. Lovely. Perfect for an early morning stroll, I say. Hi. Totally spiffing. How do I mean spiffing? Uit lucht voor een generatoromwisseling. We zijn in een kleine 5 minuten, misschien iets langer terug. Jij dat? Ja. Mag ik die boven wel?